Ik ben Francis. En ik ben Erik. Nou, dit is onze werkplek vandaag. Ja, Baas VV is een bedrijf dat zich bezighoudt met de aanleg van distributienetten, laagspanning, middenspanning. We hebben ook een tak installatietechniek, kai, water, ga zo maar door, gas natuurlijk, elektra. Dus we moeten even kijken, wat gaan we hier doen en wat zijn de risico's die we eventueel tegen gaan komen. Wat wij doen is zeg maar het aanleggen. Je hebt ook renovatiewerkzaamheden, je hebt ook nieuwbouw. Dus dat je echt vanaf het begin het aanleggen tot het afmonteren. Kijk Francis, er staan op deze persverbinder staan eigenlijk streepjes waar je moet persen. En in dit geval hè, drie kleine streepjes. We gaan met deze pers dan gaan we hem persen. Je hebt ook nog te maken met een energiebedrijf wat bepaalde voorwaarden heeft, wat misschien op school niet zo wordt toegelicht. Bepaalde werkzaamheden die zijn onder spanning. Die worden onder spanning uitgevoerd. Ja, dan zijn er ook wel voorwaarden om die werkzaamheden veilig te kunnen uitvoeren. Nou, ik krijg wel goede begeleiding van Erik. Als er wat is, als ik ergens niet uitkom, kan ik altijd bellen of informatie bij hem inwinnen. Nou, dus ik vind het ook leuk hoor, om Frans te verleiden, maar hij is heel enthousiast. Ja, qua opleiding gaat hij echt als een speer. En wat je merkt bij Frans is dat hij wil dingen weten. Hij neemt dingen aan en gaat ermee verder.